De heer Öztürk. Ja, voorzitter, we moeten stoppen met die bangmakerij. De sleepwet, of sleepnet, heeft niks mee te maken met de fake news verhaal. Dus dan moeten we ook de koppeling niet leggen, ook door D66 niet. Ik hoorde bij de bijdrage van de medespeech collega van D66 dat D66 wil dat de overheid luistert naar de burgers. Maar ik zie dat na de coalitie, zeg maar, handtekeningen, dat D66 de burgers wil afluisteren met sleepnet. En mijn vraag is aan de heer Verhoeven, wanneer gaat u nou dus de woorden die u gebruikt voor de verkiezingen waarmaken waar D66 voor staat? De heer Verhoeven. Nou, het afluisteren van burgers, dat gebeurt al sinds jaar en dag. En dat gebeurt namelijk op basis van de wetten die de inlichtingendiensten en zelfs de opsporingsdiensten mogelijkheden geven om mensen op een gerichte wijze af te luisteren of af te tappen als daar reden toe is. Dus het afluisteren van burgers is iets wat al sinds jaar en dag gebeurt. En daar zijn wettelijke kaders voor en die zijn heel belangrijk. En de belangrijkste moderne kader wat er nu is, is die wet op de inlichting- en veiligheidsdienst waar dat referendum over gaat. De heer Öztürk. Voorzitter, via de sleepnet zullen nog meer mensen in zicht komen. Zullen nog meer mensen worden afgeluisterd. En daar gaat het eigenlijk ook om. Er worden angstbeelden neergezet van als je niet voor die referendum bent, dan ben je voor terrorisme. Rusland komt eraan. Bent u ook voorstander van, richting de heer Verhoeven, om een fonds op te richten voor fake news slachtoffers? Fake news heeft niet alleen maar beïnvloeding op onze verkiezingen, maar het heeft ook effect op personen, raadsleden, statenleden, kamerleden. En die kunnen zich op dit moment niet goed weren. De heer Verhoeven. Nou, een fonds voor fake news slachtoffers lijkt me wat ingewikkeld. Ik hoop dan dat niet de heer Öztürk de eerste is die heel veel geld uit dat fonds wil trekken. Maar ik zou niet per se zien dat dat nou de beste oplossing is. Laten we beginnen bij het begin en fake news aanpakken. In plaats van aan de achterkant de slachtoffers geld te geven, zou ik zeggen probeer de slachtoffers te voorkomen. Door echt een goede aanpak te volgen om fake news te bestrijden. En daar zal ik straks in mijn bijdrage nog wat voorstellen voor doen. Ja. Als de heer Öztürk met een concreet voorstel komt voor een fonds, kijk ik daar welwillend naar. Want hij had het net over dat D66 mensen wilde afluisteren in plaats van naar ze luisteren. Maar ik luister altijd naar in ieder geval alle 149 volksvertegenwoordigers hier die met voorstellen kunnen komen. Op basis van de verkiezingsuitslag hebben zij hun stem gekregen en kunnen ze hier spreken. En dus luister ik daarnaar. De heer Öztürk. Voorzitter, Öztürk zelf heeft dat geld niet nodig. Maar ik heb met heel veel slachtoffers gesproken van fake news. Ook door onze eigen helaas media. En die slachtoffers hebben ook soms middelen nodig om zich daar tegenover te weren. Ja. En daar zal ik wel met voorstellen komen, ja. Ja, nou, ik moet u wel zeggen dat ik straks in mijn tekst ook nog even inga op de rol van DENK op het gebied van fake news. Dus ik hoop wel dat u dan niet een fonds inroept voor slachtoffers waar u zelf de dader van bent. U mag straks op reageren. Hij komt er nog op terug. Mevrouw Öztürk.